Je ziet het zelf, Kamwijn heeft zoveel geschiedenis. Er waren meer dan 600 plantages toen. En je kunt zich voorstellen, na 3-4 generaties zijn er toch mensen die naar spullen zijn gaan opzoeken. En het is hier opgeslagen. Je ziet het zelf, als je naar binnen gaat straks, heel wat geschiedenis. En het is heel goed voor de jongeren om achter te komen wat hun voorouders allemaal hier hebben meegemaakt in Suriname. De generaties die niets weten, kunnen hier komen. En dan kunnen ze ook zien al hetgene wat met de voorouders zijn gebeurd. Je ziet in binnen hoe die slaven... Zelfs de contractarbeiders werden gebruikt met alle strafmaatregelen. Je gaat ook zien oude flessen. Je kunt ook zien houwers van toendertijd. Je kunt heel wat dingen daar zien. Eén ding wat ik kan zeggen ook. Er is een staatsboot die vanuit Montresor Alliance aandoet. Ik zal ervoor zorgen dat bijvoorbeeld ook Bakkie aandoet. En dat die mensen die op een goedkopere manier het museum willen zien. Dat ze ook de boot kunnen gebruiken. En je ziet het zelf. Dit gaat ervoor zorgen dat Kamwijnen in de lift komt. Dus Kamwijnen komt nu op wereldniveau in de picture. Waarbij dan toerisme, al die luchtvaartbedrijven of toeristische bedrijven. Hun mensen ook hier kunnen brengen om te zien of te laten zien wat we in Suriname hebben. U hebt ook zo net gehoord, er is een ramp gevonden, er is ook een vliegtuig gevonden van de Tweede Wereldoorlog. Ik wist het ook niet, maar vandaag de dag doet het me veel, heel veel dat ik als justitiecommissaris dit heb meegemaakt en ik promoot. Ik zal via mijn BIC ook dit ding promoten, dat toerisme Bakkie aandoet en zodoende krijgt Bakkie dan ook een ander soort leef-woonsituatie. Want dan kunnen ze ook misschien hun eigen spullen, landbouwartikelen ook kunnen verkopen aan de toerisme. We zien allemaal oude stukken, voornamelijk uit de plantagegeschiedenis. We zijn begonnen met de Barappa-kreet te graven een aantal jaren geleden en toen vonden we een paar flessen. En toen zijn we eigenlijk de collectie gaan opbouwen met artefacten en toen zijn we ook zaken gaan aankopen. Veel topstukken over Suriname liggen in het buitenland, zijn vaak gemaakt in het buitenland. En onder andere die mooie boeken, documenten en prenten, die zijn daar gemaakt, die proberen we allemaal hier naartoe te halen. Ook voor educatie, maar ook natuurlijk voor toerisme. Dus toerisme betekent heel veel voor dit gebied. Als de toeristen hier komen, dan nemen ze een boot, dan nemen ze een taxi, ze eten wat. Dus heel veel mensen verdienen aan toerisme in dit gebied. Daarom is het zo belangrijk. Inmiddels al 13 jaar bezig en het einde is nog lang niet in zicht. We hebben alleen maar grotere plannen. Het zou heel veel betekenen. We hebben eigenlijk een onderzoek gedaan en enquêtes gedaan in het gebied. Wat die ontwikkelingen, die upgrades zouden betekenen. Het is zelfs zo dat, kijk, als wij hier een museum hebben, betekent het ook dat mensen langer blijven in dit gebied. Ik noem maar wat, als mensen 2 dagen naar Vredesdorp gaan, zeggen ze van oké, we blijven 3 dagen op Vredesdorp slapen, het hotel. Omdat we ook een dagje naar Bakkie gaan. Dus we willen dat er meer mensen komen naar dit gebied. 1. Maar net zo belangrijk willen dat er mensen ook langer blijven in dit gebied. Dat is ons doel. En nadat we hebben geüpgraded, nu gaan we ook het hele gebied promoten. We gaan het professioneel laten promoten door professionals. Nu is even COVID, we zijn bijna gesloten, maar straks is het open voor iedereen. Natuurlijk moeten we leven van toerisme, van de Barappa-kreektrips en de Bakkie-trips. Dat zijn vaak europrijzen, omdat we ook de visum moeten binnenhalen. Maar we hebben zeker lokale prijzen, laag en zeker ook educatieprijzen, heel laag. Zeker weten. Voor iedereen is het open. Juist. Fantastisch. Zoals hij heeft aangegeven hoe het gestart is. Het is met... ze hebben zich hier in Paramaribo, althans in Suriname, gevestigd. En wisten nog niet dat er een familieerfgoed hier op Kamwijnen lag. Met een bezoek van een grootvader hebben ze dat gehoord. En toen dachten ze, nou, laat me even op zoek gaan. En dan bleek het inderdaad het geval te zijn.
En hier aangekomen was er nog een, er was niet veel aangetroffen in de zin van er moest heel veel werk verzet worden. En zoals hij in het museum ook aangeeft, zie je dat het circulair is. Want dan vinden ze heel veel spullen van hun familie, althans van Masha's grootvader of overgrootvader aangetroffen, zijn Bijbel. Dat doet je wel wat, denk ik, als familielid, dat je dat terugvindt. Dus sowieso dat ze circulair. Het wordt gewoon van, je bent op zoek gegaan naar iets, je geschiedenis. Maar het blijkt niet alleen jouw families geschiedenis te zijn. Het blijkt deel te zijn van Surinames geschiedenis, van Komowijnen. En dat het eigenlijk zo lang onbelicht is gebleven. Je kan zeggen, oké, er zijn meerdere plantages. Maar dit maakt hem een beetje uniek als ik het zo hoor dat ze door het doorgraven van de Warappa kreeg, dat ze dan ook heel veel dingen aantreffen, zoals het enig katoenfabriek dat over dat eigenlijk ze daar hebben aangetroffen. Dus dat er voor de archeologische doeleinden heel veel te vinden hier valt, zoals ook een vliegtuig van de Tweede Wereldoorlog of zoiets, ook Amerikaans vliegtuig aangetroffen. Dus als ze zo door blijven gaan, denk ik dat ze heel veel schatjes, weet je, van dat van kleine rijkdommen van onze geschiedenis terugvinden. En dat weer gaan belichten. En dat ook allemaal aan één stuk door weer aan elkaar gelinkt worden.